Vorige week behaalde NEC een klinkende overwinning op Jong FC Utrecht. Daarbij viel op dat NEC in de eerste helft sterk presteerde, maar het in de tweede helft wat liet liggen. Trainer Adrie Bogers zag dat ook. Nou, ja, ik zag de eerste helft inderdaad wel dat we het goed deden. En de tweede helft was het niet zozeer afwachten, maar hadden we veel de bal en hadden we eigenlijk veel meer kunnen scoren. Met name in de eindfase. Ja, dat is wel jammer, hè, want uiteindelijk had een grote uitslag makkelijk daarin gekund. Dus zo zie je maar dat ondanks dat je wint, dat er nog heel veel dingen verbeterd kunnen worden. Behalve de winst was ook het behalen van de play-offs een mooie opsteker voor de Nijmegenaren. Nou ja, kijk, uiteindelijk is het altijd een prijs en wij willen graag voor alle prijzen meespelen. En het is mooi dat je dan die eerste hebt. Dus dat geeft wel vertrouwen, maar uiteindelijk gaat het erom dat we morgen ook weer de wedstrijd winnen. En alle goede dingen die we van tevoren hebben, die tellen morgen niet. Morgen begin je op nul en willen uiteindelijk die wedstrijd winnen. Dus dat is weer een nieuwe start. De ziekenboeg van NEC loopt steeds weer wat leger. Ja, Jari is ook weer eigenlijk een beetje gelijktijdig met Golla ingestroomd. Dus die heeft ook twee keer getraind. En die is fit, maar die is nog niet zo ver dat hij bij de selectie zit. Vrijdag staat de competitiewedstrijd tegen SC Cambuur op het programma. Ja, hetzelfde als voor alle andere wedstrijden. Hè. Ik heb ze de complimenten gemaakt dat we eigenlijk tegen de mindere ploegen gewoon ons ding hebben gedaan. En dat verwacht ook iedereen, maar soms is dat best wel lastiger als dat het is. Ja, tegen Cambuur moet er totaal geen onderschatting zijn. Die hebben gewoon een prima selectie met behoorlijk wat alternatieven. En die staan gewoon veel te laag. Maar dat zal ook een keer een omkeer hebben. Dus wij moeten er gewoon voor zorgen dat morgenavond niet het geval is. Bogers lijkt een vaste opstelling voor zijn basisteam gevonden te hebben. Nou ja, kijk, uiteindelijk denk ik, zoals wat jij zegt, dat we de laatste weken wel in dezelfde samenstelling hebben gespeeld. Dus op het moment dat je veel wedstrijden wint, is daar ook niet zo direct aanleiding toe. Dus op dit moment staat het elftal vast. Maar ja, dat wil niet zeggen dat de komende periode ook zo zou zijn. Als andere mensen zich aandienen, dan is dat de overweging waard. Maar op dit moment is het volgens mij wel redelijk duidelijk. Toch zijn er ook spelers die niet in de basis staan, maar wel opvallen. Nou ja, als je ziet Kevin Jansen, vind ik gewoon dat hij van ver is teruggekomen vanwege het feit dat hij natuurlijk een blessure had. Nou, daar was ik tegen Achilles eigenlijk best wel positief over. Dus nou ja, dat zijn wel goede ontwikkelingen dat we dat soort mensen achter de hand hebben op het moment dat het wat minder zou zijn. Vrijdag om 8:00 in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC SC Cambuur.